We zijn hier in de Lier, in het Westland, bij een tuinder, in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Delfland. En we zijn hier omdat we willen kijken naar de afstroming van regen naar de sloot en wat we daaraan kunnen verbeteren. Dit gebied wordt gekenmerkt door een heel groot percentage van kassen. Bij iedereen wel bekend, de tuinbouw in het Westland. Wat daar de invloed van is op het waterbeheer, is dat er een hele snelle afstroming is van neerslag. In 1998, 2000, 2001 heeft dat ook geleid tot ontzettend grote schade. 100 miljoen gulden in de tijd, ondertussen in euro's zou dat vergelijkbaar zijn. Het Westland heeft het grootste oppervlak aan glastuinbouw ter wereld. De afgelopen eeuw vond de laatste vernieuwing van het waterbeheer hier plaats. Meer was tot voor kort eigenlijk ook niet nodig. Tot voor kort, want de hevige neerslag van 1998 en 2005 was voor veel mensen het bewijs dat klimaatverandering geen sprookje is, maar een serieuze bedreiging voor ons economisch welvaren. Wanneer het regent, wanneer het hard regent, verzamelt dat water zich heel snel en stroomt eigenlijk bijna direct de sloot in. Het gevolg is dat die sloten en de gemalen die sloten bemalen niet aankunnen. Het peil in de sloten stijgt, stroomt het land op en stroomt zelfs de kassen in. Nou, voor die planten is dat natuurlijk desastreus. Die kunnen niet lang in het water staan. Gevolg is grote schade. Nou, kun je natuurlijk een aantal dingen gaan doen om die situatie te verbeteren. Je kunt gaan denken aan grotere gemalen, maar die grotere gemalen moeten dan wel dat water kunnen krijgen. Dus je zult ook de sloten moeten gaan vergroten. Een sloten vergroten is kostbaar. En je moet überhaupt wel de ruimte hebben daarvoor. Sommige maatregelen gaan zelfs nog verder. Die hebben waterberging nodig. Dan moet een weiland wordt aangewezen als waterberging. En dat weiland wordt veranderd in een bergingsbassin. Nou, je kunt je voorstellen, het gaat om grote oppervlakten. En land is heel kostbaar, vooral in dit gebied. Waar wij dus naar hebben gezocht, is manieren om niet zozeer in de ruimte, in de breedte water te gaan bergen. Maar in de hoogte. Nou, wanneer je nou naar dit gebied kijkt en je kijkt waar er mogelijk bergingsruimte is, kom je heel snel uit bij de bassins van de tuinen zelf. Voor die tuinen zelf is het heel belangrijk om dat water beschikbaar te hebben. Maar er zijn natuurlijk perioden, met name in hele regenachtige perioden, waarin hij dat water niet nodig heeft en waarin je dus eigenlijk berging zou willen creëren in die reservoirs. Nou, dat is wat we hebben gedaan. Het bassin krijgt een dubbelfunctie. Om in water voor irrigatie te voorzien, maar ook om tijdelijk water vast te houden bij een flinke regenbui. Al het water dat je dan vasthoudt, stroomt niet direct naar de sloot en leidt niet tot wateroverlast. Wat we hebben gemaakt op de TU Delft is een slimme klep. De slimme klep is aangesloten op het reservoir. En door deze slimme klep aan te sturen, kunnen we hier water op de juiste momenten uit laten lopen. De regelaar die dit aanstuurt is verbonden met meetapparatuur die het waterpeil in het reservoir registreert. Maar ook met het internet waarin het voorspellingen van de neerslag tot zijn beschikking heeft. Die voorspellingen die zijn goed en die worden eigenlijk steeds beter. Dus we kunnen heel lokaal voor zo'n tuinder, voor zijn eigen perceel, kunnen we voorspellingen gebruiken om te gaan anticiperen op het weer. Dus het creëren van die berging kunnen we heel precies. We kunnen exact de hoeveelheid eruit laten stromen die vervolgens weer aan wordt gevuld door die neerslag. Die tuinder heeft daardoor uiteindelijk altijd de hoeveelheid water tot zijn beschikking die hij nodig heeft. Maar we hebben toch die hoognodige berging gecreëerd die in dit gebied echt essentieel is. Het systeem werkt volledig autonoom. De energievoorziening wordt gedaan met een zonnecel en die voorziet in de voeding voor de regelaar en voor het slimme klepje. Het model van de kas, met de neerslag die erop valt, de verzameling van het water en de overloop naar het bassin. Als het bassin volledig gevuld is, stroomt het over
naar de sloot. En vanuit de sloot kan het water weg. Tenzij het te veel water is. En dan inundeert de polder. Een andere uitlaat is het slimme klepje. Het slimme klepje dat op het juiste moment opent. En voordat de bui komt, het peil heeft verlaagd in het reservoir. En via deze weg het water al uit het systeem heeft voordat de problemen überhaupt gaan optreden. We zijn nu in de periode voor een bui. En het reservoir is vol. Alle neerslag die valt stroomt direct af naar de sloot. Dus in deze periode moeten we het peil verlagen. Het slimme klepje heeft informatie over de vullingsgraad en over het weer wat komt. En kan dus via internet die informatie gebruiken. En je ziet wat er gebeurt is dat het peil wordt verlaagd doordat hij water naar de sloot laat stromen voordat die bui begint. Op deze manier creëert het slimme klepje met alle informatie die beschikbaar is berging in het reservoir. Het slimme klepje heeft nu het peil verlaagd. We zitten nog voor de bui, maar hij heeft in zijn voorspelling gezien dat het gaat regenen. Als we gaan laten regenen, dan zul je zien dat het regenwater nu wat afstroomt kan bergen. En uiteindelijk heeft hij in de juiste hoeveelheid heeft hij zijn peil verlaagd om uiteindelijk weer terug te komen op het peil waarop dat we eerder waren voor de bui. Dus uiteindelijk geen water is er naar de sloot gestroomd. In ieder geval niet tijdens de bui. Tijdens de bui, wanneer er in andere gebieden heel veel problemen zijn, hebben wij in ieder geval het water kunnen bergen. Wanneer we dit vergelijken met andere maatregelen, zoals het moeten aanleggen van bergingsgebieden, van nieuwe infrastructuur, is het natuurlijk een veel goedkopere oplossing. Want we maken gebruik van infrastructuur die al beschikbaar is. De bassins van de tuinen zelf. Dus je zou kunnen zeggen dat dit het laaghangende fruit is wat direct gebruikt zou kunnen gaan worden door het waterschap in samenwerking met de tuinders om extra berging te creëren op een hele goedkope manier. Maar als alle bassins zouden worden voorzien van deze slimme kleppen, dan zou er ontzettend veel berging zijn worden gecreëerd. Dan zou er voor dit soort buien, zou dat water vanuit die bassins al naar de polder worden gezet. Dan is het belangrijk dat het waterschap ook deze informatie gebruikt. Dat is natuurlijk tegenwoordig geen enkel probleem meer. Dat water wordt dus al direct van de polder naar de boezem gezet en is het systeem uit voordat die bui valt en die bui vervolgens weer de reservoirs opvult. Als we die berging zouden kunnen gaan benutten, dan zouden situaties zoals we die hebben gehad, zouden gewoon niet meer optreden. Dit is echt veel berging.